Ik ga voor u een commercieel boeket maken. Met witte chrysanthe, anthuriumblad en aspidistrablad. Ter voorbereiding rol ik de anthuriumbladeren op en zet ik vast met een wikkeldraad. Ik zet het blad op twee punten vast. Het aspidistrablad bereid ik ook voor door het blad aan te snijden en door het blad te steken. Ik heb vooraf geen snee gemaakt. Dat voorkomt dat het blad verder doorscheurt. Voor de basis van het boeket neem ik de chrysant. De chrysant is een product wat lekker aanhoudbaar is en wat de consument wel kan waarderen. Met deze chrysant maak ik een witte bol. Deze bol bereik je door de bloemen dicht tegen elkaar aan te schikken. Als tweede neem ik het aspidistrablad. Die leg ik er in een kransvorm omheen. Het soort boeket dat ik maak is een parallel geschikt boeket. Dat betekent dat alle stelen dezelfde richting naar beneden wijzen. Het anthuriumblad laat ik iets buiten het boeket steken voor het speelse effect. En om het grote witte vlak van de chrysanthe te doorbreken, steek ik daar Tivalief doorheen. Tivalief laat zich heel makkelijk buigen en breken. Doordat het Tivalief door de chrysanthe heen gestoken wordt, krijgt het boeket een speels karakter. De steel van het boeket bind ik samen met wikkeldraad. Ik gebruik wikkeldraad omdat je daar het boeket stevig mee vast kunt zetten. Ik draai de uiteinden stevig aan elkaar. De steel decoreer ik met vilt. Dit doe ik om het boeket in een glazen vaas een geheel te laten krijgen. De uiteinden knoop ik bij elkaar. En zo ontstaat er een boeket met mooie materialen, mooi geschikt voor de commerciële markt.